Ajax heeft het contract met Kai Sierhuis met 2 jaar verlengd tot 2021. De 20-jarige aanvaller hoefde niet lang na te denken om bij te tekenen. Nou ja, omdat dit mijn droomclub is en ik hier graag wil slagen en kennelijk de club het vertrouwen daarin heeft. Ja, want wat wil de club van jou? Wat hebben ze vandaag nog daarover met jou besproken? Dat ik stapjes ga maken, de laatste paar stapjes ga zetten. En vervolgens definitief bij de A-selectie gaan aansluiten. En hopelijk daarna een basisplek weten te veroveren. Het is, zoals de club zegt, afwachten waar mijn plafond ligt. En daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Dus we gaan het meemaken. Ja, want je hebt natuurlijk al even nu aan dat eerste mogen ruiken. 3 wedstrijden gespeeld in het eerste. Hoe vind je dat gaan tot nu toe? Ik had graag een goal meegepikt in een van die wedstrijden. Maar het is niet slecht gegaan. En ik denk dat ik in de zomervakantie niet had verwacht om nu al te staan met 3 wedstrijden. Basisplek in de Eredivisie, Champions League debuut. Dus dat is alleen maar mooi. Ja, tot nu toe een seizoen dus waar je tevreden over bent. Ja, zeker. Je familie was er vandaag ook bij dit moment. Ja. Wat voor rol spelen zij hier allemaal in? Nou, ik denk dat zij vanaf het begin dat ik bij de club kwam altijd mij met beide benen op de grond hebben weten te houden. En ik denk niet dat het altijd nodig was, maar ze zijn heel nuchter. En we komen uit een nuchtere familie, dus dat is gewoon altijd goed. En ze spelen altijd een rol. Ik kan altijd bij ze komen als er iets is, als er iets speelt. Of als er de druk groot is. Of als gewoon echt met ieder ding dat ik graag wil bespreken, kan ik het met ze bespreken. Dus dat is gewoon heel fijn en heel belangrijk dat je mensen achter je hebt die altijd steunen en die altijd klaar voor je staan. Niet altijd nodig, zei je? Nee, ik bedoel, ik weet ook zelf wel met beide benen op de grond te blijven. Maar het is altijd goed als er meerdere mensen zijn die het tegen je zeggen. Je gaf het al een beetje aan aansluiten bij het eerste elftal. Wat zijn jouw verwachtingen voor dit seizoen verder? De verwachtingen zijn dat ik gewoon heel veel minuten ga maken in Jong Ajax. En waar de kansen liggen, die kansen pakken bij het eerste. Dus hopelijk nog minuten en wedstrijden maken in het eerste. En het doel is wel definitief aansluiten bij de A-selectie. Ja. Ja, er komt nu een hele drukke periode aan met beker, Champions League. Zit jij dan in je handjes te wrijven van, dit zou wel eens een paar kansjes voor mij kunnen zijn? Natuurlijk. Als het programma druk is, dan zal er meer gerouleerd moeten worden. En dan heb je iedereen hard nodig. Dus voor mij is het natuurlijk een stuk gunstiger dat we Champions League spelen. En Europees en Eredivisie en beker. Dan dat we alleen de Eredivisie en de beker hebben. Dus jij bent er klaar voor? Ja, ik ben altijd klaar. Is dit dan het moment voor Ajax, voor Sierhuis? Het is 1-2, Kai Sierhuis.